Zo, en wie zit er weer bij? Staat er weer bij? Meneer? Kijk, en dat zeg ik, het mag echt wel weer even verschoond worden, hè? Ja, hè? Een hele goede middag allemaal. Mijn naam is Karin Stalman van de Werf. En ik ben Roderick Stalman van de Werf. Ja, dat scheelt weer. En het is vandaag maandag 8 juni 2020. En het is ongeveer 11:50. Ja, we zijn dus nu lekker aan het lopen met de hondjes. Ook gezellig. Toch? Ja, heel gezellig. Yep. Lekker lopen. En mijn haar die ziet er niet uit. En die is lekker gewassen. Maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier. Kijk eens wie er tussen mijn voetjes zit. Nou, niet meer dus. Nou ja, heel veel kijkplezier. Zo. Ga ik eventjes filmen wat er eigenlijk gebeurt. Ik doe even helemaal niks qua handig met één hand. Die loopt lekker daar, die loopt daar en die wil uit. Dus het liefst nog zelfs daar lopen. Als ik niet oppas. Ja, loop maar. Doe niks hoor. Zeg ik dan en dat ze gevaarlijk zijn? Nee hè? Kan je gewoon lekker doorrijden? Doorrijden. Oh. Die jongen die vond het heel eng, want die ging hier in het gras staan. Nee, en ze bijten. Nou goed. Ja, in het gras bijten. Daar bijten ze in, hè? Oh, ik zie wat ik niet fijn vind. Kijk, zie je dat? Het is mijn hoesje. Mooi. Dat zijn de kleine dingetjes wat ik niet wil. Mooie klaproosjes. Ja, kom dan. Kom. Ja, er zit wat op je huid, dat weet ik. Moet je ook niet lekker daar gaan. Kom eens hier. Jut, kom eens hier. Dit kan ook een teek wezen. Kom eens hier. Zo, dan maar even zo. Ga mee! Kom, lekker links, kom. Nee, die gaat nog even snuffelen. Nou, Roderick gaat even wat bekijken, want ik had hem wat gezegd. Want naast deze school heb je dus een doorgangetje. Daar heb je dus een houten huisje van Stedin. En die staat dus open. En hierboven heb je dus een schacht. En die deur is helemaal ontzet. Dus die hebben we ook nu net ook doorgestuurd. En naar de wijk, aan deze kant het, van de buurt Preventie. En dat hebben we ook al wat door aangegeven. En via een foto via Google Maps. Maar nu ja, zien we het beter. En bij deze school gaat er dus ergens, wanneer weet ik niet, dus de sloopkogel doorheen. Maar wanneer? Ik wil de sloopkogel erbij, vind ik leuk. Ja, en de autootjes. Autootjes. Hoi meneer, hoi. En nu is het even wachten op mijn mannetje. Roderick, op en op de baas. Hè? Waar is de baas? Lady. Waar is de big boss? Nee, die en die is daar niet hoor. De big boss is daar niet, schat. Kijk, en daar komt Roderick weer aangelopen. Dus even kijken wat hij zo meteen te zeggen heeft. Hoi hey, meneer. En kijk, zit het dan ook, hè? En ook zitten. En? Eneco. Eneco. Ja. Wil je even wat dicht doen? Handig. Dus van Eneco. Ik dacht namelijk van Van Stedin. Ja, Eneco is de eigenaar. Stedin gaat over het netwerk. Dus, en dus hij is nog wel open dus? Staat Eneco op. En dus hij is nog wel open dus? Ja, hij is afgesloten met een houten plankje dat de deur dicht houdt. Ja, als maar... Als het weg gaat, is het gewoon open. Ja, dus daarom. Niet op slot, laat ik het zo zeggen. Nee, maar dat moet dus wel op slot, neem ik aan. Er moeten nieuwe deuren in dan. Deze zijn kapot.
Ja, daarom. Misschien ook even doorgeven aan de buurtprovincie hier. Al hier, al daar. Aan de NECO, denk ik. Ja, kan ook. Kan ook. Ja, kan ook. Confederate vlag. Ik denk een beetje op de General Lee, maar toch anders. Hij is geweldig. Ja, toen zaten we alweer in de auto, weer onderweg lekker naar huis. We zijn weer even in Rotterdam geweest. What else? Nog even in Rotterdam en die wordt onze tweede stad, zowat. Bijna wel, ja. Maar nee, ik wil daar niet wonen. En voor de andere mensen die daar wonen, top. Voor jullie, maar voor mij, nee. Ik wil juist weg uit die grote stad zoals Den Haag. En dat de Den Haag wel gewoon op fietsafstand is, ongeveer gewoon een uurtje of zo, dan maakt het niet uit. Maar of anderhalf uur, dat is nog gewoon lekker te doen. Hè? Jup. Dus ja, zo lekker. Dus, ja, we zijn weer bij Isaac en de Schittering geweest. Dus twee keer. Bij de Vinkenbaan. En nu. Eerste keer en bij de Kreekplein 8. Ja. Dus ja. Schappig. Nee. We zijn dus weer lekker gezellig thuis. En we hebben wat het een en ander gehaald. Ja. Gezellig. En bij de stichting Isaac en de Schittering in Rotterdam. Zoals we zeiden, al op twee plaatsen. Dus ja. Dat is wel grappig. En ik ga zo de jongens verschonen. Dat ga ik nu eerst doen. Zo, en wie zit er weer bij? Staat er weer bij? Meneer? Kijk, en dat zeg ik, het mag echt wel weer even verschoond worden, hè? Ja, hè. Moet wel weer eventjes, hè? Verschonen, hè? Ja. Hou maar even een schone kooi, hè, jongens. Die willen jullie wel, hè? Een mooie schone kooi, toch? Ja, zeg maar, ja. Willen we heel graag. Nou, zullen we het dan maar doen dan? Zullen we even aan de slag? Ja, mooi. Dan gaan we even aan de slag. Je wordt dik, vriend. Hey. Echt nu allebei gewoon ook uit mijn hand ook, hè? Yep, nou die jongens hebben dus een lekker schoon huisje. Die is zo ideaal deze. Kun je lekker heel veel hooi in doen. Heerlijk. En een hok die komt nog steeds voller en voller op deze manier nog even. En ik heb gewoon een etage hoger nodig erop. Zo schattig deze. Thank you.
Echt, en dat je bij ons kwam en was je zo ieuw. En nu ben je zo groot. Ik ga gewoon eens een keertje kijken voor een ander huisje voor jullie. Met een grotere boog. En die hebben ze. Ja. Zal ik eens even zo kijken voor jullie? Ja? Nou, dan ga ik dat eens even doen. Ja. Maar ik ga eerst even hier lekker stofzuigen. Hey, Spido. Hi. Ja, en dat heb ik nog steeds niet opgeruimd. Zo. En ik ga zo eerst even hier stofzuigen. Jongens, kijk. Dit is allemaal hooi. Dit is allemaal hooi en zaagsel. Ja, is handig. En zij zit lekker te kluiven. Wat ben je een mooi meisje. Waarom die oren aan haar achteren? Hé, hey, beauty. Ben je mooi? Ben je mooi? Nou, dan niet. Ben je lelijk dan? Nee. Mooi lekker blijven knagen. Je bent lelijk? Dat dacht ik al. En hier zit ook zaagsel. Handig.